Wanneer krijgt onze politie nou eindelijk de beschikking over een stroomstootwapen om zichzelf te kunnen verdedigen en tuig te kunnen aanpakken? Die vraag stelt korpschef Akerboom vanmorgen in de Telegraaf. De noodkreet komt op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over aanhoudend en ernstig geweld tegen onze agenten. Mevrouw Yasilgus, waarom is dat wapen er nog niet allang voor alle agenten? Nou, goede vraag. Dit is ook echt een langere wens van de VVD. We hebben afgelopen dagen weer gezien wat onze agenten mee moeten maken op straat. Dat ze belaagd worden, dat ze met geweld bejegend worden. En dan moeten ze zich ook kunnen verdedigen. Maar het is nu al 2 jaar dat er een proef wordt gedaan. Waar zitten we op te wachten? Nou ja, dat is wel een goede vraag die wij ook zullen stellen aan de minister. Wij willen gewoon dat elk agent die een taser nodig heeft, het is niet overal in het land nodig, maar daar waar het nodig is, dat daar gewoon een taser gebruikt kan worden. Zodat je gewoon in een hele korte tijd degene tegenover je in die zin kunt uitschakelen. In ieder geval kunt zorgen dat het niet erger wordt. En jezelf kunt beschermen als agent zijnde. Nou heeft de korpschef het ook over treuzelpolitiek. Voelt u zich dan aangesproken? Zeker, zeker. En ik begrijp de frustratie ook. Want wat onze agenten elke dag meemaken voor onze veiligheid is niet niks. Dus ik begrijp de frustratie, ik begrijp de oproep. Ik deel hem ook, steun hem ook. Als VVD hebben we ook eerder dit jaar ook geld vrijgemaakt om die politieuitrusting nog beter op orde te krijgen. Dus die ongeduld voel ik ook. Marien, wat vind jij van het idee van zo'n stroomstootwapen? Is dat een goede toevoeging? Ik denk het wel, want ik kan me ook voorstellen dat je als agent, als je in een situatie zit en je denkt, moet ik nou mijn pistool trekken of ik heb een taser, dan is een taser natuurlijk in die zin veiliger, om het zo maar te zeggen, want je schakelt iemand voor even uit. En als je met je pistool in de weer moet, dan kunnen de gevolgen eigenlijk veel heftiger zijn. Dus ja, ik snap wel dat ze dat heel graag willen. Dan gaan we naar een agent die dit dagelijks meemaakt. Want Ludo Stoffer zit al bijna 40 jaar bij de politie en is zelf meerdere keren bruut mishandeld. De afgelopen jaren heeft hij het geweld tegen agenten alleen maar zien toenemen. Het gaat van een gebroken pols tot aan een paar gekneusde ribben, tot een vuistslag in je gezicht, tot aan iemand die zijn gram thuis bij je probeert te halen en je privéauto opblaast. Wat mij geen zeer doet aan de buitenkant, maar wel aan de binnenkant. We maken zoveel mee binnen de politie met het geweld. Dat gaat verder dan alleen maar die tik op je gezicht. Maar de tik op mijn gezicht, die heb ik pas geleden ook gehad. En dat alleen vanwege de aanhouding van een persoon met 3 blikjes bier die gestolen had mijn supermarkt. Het geweld is niet alleen meer geworden, het is ook heftiger geworden. Het is zinlozer geworden. Het is respectlozer geworden. En mijn lijst is eigenlijk veel te lang geworden. En daarom maak ik me er ook zo hard voor. Het moet gewoon een keer stoppen. Mevrouw Yasilgus, u bent druk aan het knikken. We weten dat er 29 gevallen van geweld tegen agenten zijn per dag. Dus dat is meer dan 1 per uur. Als u dan zo'n verhaal hoort, wat denkt u dan? Nou ja, het doet me echt wat. Ik vind het verschrikkelijk. Hè? Als er iets heel engs gebeurt, dan rennen wij weg. En dit zijn de mensen die voor onze veiligheid er juist op afrennen. En die hebben we dan niet genoeg beschermd. Dus ik vind dat zo'n taser snel moet komen. Maar ook het totale gebrek aan respect, hè, voor onze agenten. Dat je gewoon denkt dat je het kunt maken. Dat je gewoon kunt uitlokken, dat je kunt uithalen. Dat je gewoon agent neer kunt slaan. Ja. Dat moet echt knijterhard worden aangepakt. En nu kun je er nog mee wegkomen met een taakstraf. Hè? Dat je gewoon papier moet prikken nadat je een agent hebt geslagen. En wij willen ook echt dat dat verandert, dat je gewoon de bak in moet. En daar zijn heel veel mensen het mee eens, inderdaad. Want met een taakstraf wegkomen, dat kan niet. Oplossing is haren slaan voor de ME. En oppakken en meteen opsluiten in afwachting van een proces. Zet ze maar eens een weekje ergens in een gevangenis of laat ze maar een taakstraf doen bij mensen die ellende zijn overkomen. Gewoon een tijdje in de bak. Maar als de straffen strenger zijn, dan zullen ze misschien minder snel geweld plegen tegen politiemensen. Vroeger was je echt bang voor een agent en dan fiets je de andere kant op als hij maar niet zag. Maar tegenwoordig lachen ze gewoon uit. Marien, hebben we eigenlijk ook een imagoprobleem als het gaat om agenten? Is er nog wel genoeg gezag? Nou, dat denk ik wel, want als je dit in Frankrijk of in Spanje doet, dan heb je wel echt een serieus probleem. En hier schijnbaar niet. Maar waar ik ineens aan zat te denken, in Engeland hadden ze een heel groot probleem met hooligans als die in stadions waren en daar buiten. Daar hebben ze gewoon een enorm hoge boete opgezet. Als je daar 1 voet op het gras zet, dan betaal je €10.000 boete. Nou ja, misschien moet je dat soort types ook maar raken in de portemonnee en dan gewoon een extreem hoge boete opzetten naast een straf. Is dat een idee?
Nou ja, ik vind heel goed dat minister Dekker, die komt nu binnenkort met een wet waarbij in ieder geval een taakstrafverbod in zit. Dat betekent dat je niet meer weg kunt komen met papierprikken. Want dat is ook echt niet uit te leggen aan mensen thuis. Als je die beelden ziet van die agent in Rotterdam, hoe die neer wordt geslagen. En dat zo iemand die te laf is om zich te melden overigens. En hetzelfde geldt voor de omstanders, die het allemaal hebben gezien en ook niet melden. Dat die dan weg zou kunnen komen met een taakstraf. Dus dat moet sowieso van tafel. Maar wat mij betreft inderdaad goed laten voelen dat dit onacceptabel is. Je zei het al even, het gezag, dat is er niet altijd. Dat zagen we ook vorige week bij een meisje van Veritas in Utrecht. Dat door een agent werd ingerekend. Er doken daar beelden van op. En daar zien we dus dat een agent haar aanhoudt. Ja, dit zijn de beelden. Ontzettend veel overlast geweest. Ze wordt ingerekend. En vervolgens komt er heel veel kritiek op het handelen van de agent. Waar gaat dat mis? Dat is toch belachelijk. Ik bedoel, deze man heeft groot gelijk. Deze meiden die zijn gewoon waarschijnlijk dronken of hebben drugs op. En die gaan, die agenten lijf. Nou, ik snap heel goed dat hij er heel hard tegen de grond werkt. Ja, dat is volstrekt logisch. Ja, ze riep dus inderdaad van kom dan. Nou ja, vervolgens komt zo'n agent. Maar ze geven vervolgens ook aan de politie. Ja, wij worden altijd maar gefilmd. De hele dag door iedereen. En ineens zijn er 17 miljoen burgers die meekijken of wij ons werk wel goed doen. Ja. Zit daar nog iets in waarin jullie als VVD iets voor de politie kunnen betekenen? Nou ja, kijk, je kunt het niet tegenhouden dat mensen filmen. Maar dat is wel inderdaad een wezenlijk punt. En het filmen begint natuurlijk nooit vanaf het allereerste moment. Die agenten zijn daar niet voor niets. Daar is overlast. Ze zijn daar juist naartoe gehaald om daar weer rust te brengen. En dan worden ze ook nog eens op deze manier uitgedaagd en bejegend. Dus ik vind het heel goed dat ze daar ingrepen. En ik vind ook dat wij met elkaar als samenleving wat meer begrip voor onze agenten mogen opbrengen. En ook voor de situatie waarin ze zitten, ook al zien we die filmpjes.